Yo guys, welkom bij die video met vandaag een kijkje op Raya and the Last Dragon. Oké, okay, het heeft een tijdje mogen duren, maar die film is aangekomen. Evenwel niet vergeten, je betaalt er wel 21,99 euro voor. Als je hem alleen kijkt, is dat een gat in je portemonnee. Als je hem samen met vrienden kijkt, dan niet. Of ja, nu in coronatijd kun je beter zeggen: samen met je gezin, want je mag maar één vriend zien eigenlijk. Dus dat is pijnlijk. Maar het enige wat ik zeg is: ik was altijd tegen die. Premier Access op Disney, Plus, maar eigenlijk valt het al bij al nog wel mee. Ja, het is 21,99 euro. En ja, dat is meer dan dubbel zoveel als een normaal ticket in de bioscoop. Maar bekijk het van een andere kant. Voor dat ene keertje wat je 21,99 euro tegen betaalt, kun jij voor de komende drie maanden die film zo vaak mogelijk kijken gratis. Stel je gewoon even voor, je gaat die film de komende maand drie keer kijken. Dan heb je hem toch zeker al één keer. Gratis mogen kijken. Kijk je deze film met een vriend van jou en je vriend betaalt eraan mee, dan heb je geluk, want dan heb je en goedkoper de film gekeken, en je kunt er daarna nog eens gratis blijven kijken tot hij op 4 juni voor iedereen uitkomt. Ja, het is enorm veel om te betalen in één keer voor één film voor jou alleen, maar aan de andere kant kom je er wel goedkoper op uit op termijn als je er moeite voor doet. Heb je nou 22 euro betaald en je vindt het een kutfilm? Het spijt me, dat is je eigen fout. Dit is altijd een gok om 21,99 euro te betalen. Ik bedoel maar, ik heb hem nu gekeken en ik heb hem gekocht, maar ik vind hem niet slecht. De kans dat ik hem nog eens ga kijken, gewoon puur voor mijn geld terug te verdienen, die is best wel reaal. Wat ook weer een extra ding is voor Disney, omdat zij dan meer betaald hebben als een kijker voor de film te kijken. Gaan ze misschien de film meer kijken, waardoor dat Disney meer streams heeft op hun film, waardoor dat de film een groter succes wordt. Dat, dames en heren, noemen ze marketing. Nu hoop ik niet dat ze het bij alle films gaan doen, want to be honest, iedereen weet het, de bioscoop is gewoon meer profitable dan Disney+, Plus, maar Mulan was ook een succes. En nee, bij Black Widow gaan ze deze zever niet proberen, want dat willen ze echt wel in de bioscoop houden. Er zijn mensen die dat op Disney+, Plus willen, maar ze weten gewoon, die film die kan een miljard opbrengen, en als ze die gaan brengen op Disney+, Plus, dan gaan mensen hem kraken, en dan vinden ze dat nooit meer terug. En dan is het wel weggegooid geld. Over Black Widow gesproken, het is best wel vreemd dat de marketing nog niet zo goed gestart is. Die zou iets wat moeten opstarten nu deze maand. Ik bedoel, in België komt die film op 26 april in de bioscoop. We gaan wel pas vanaf 1 mei open. Dus vanaf 1 mei speelt Black Widow. Ja, Black Widow. Het verhaal van Raya en The Last Dragon is best wel goed opgebouwd. En momenten is het ook okay, heel spannend. Maar niet alles is perfect. Het verhaal is wel degelijk flauw. Disney slaagt erin om een nieuwe wereld te kunnen creëren. En dat lukt hun perfect. De wereld van Commandra is awesome. En ondanks de vreemde namen van de factions/slash landen, die eigenlijk ergens ook wel weer heel logisch zijn, is deze wereld heel rijk. Echter is het verhaal voor deze ene film wel ook extreem overstuffed, waardoor er veel te veel in zit dat ze eigenlijk niet hadden gehoeven. Er zit een stukje in verhaal in deze film die best wel naar Raya en Ryan and The Last Dragon 2 hadden kunnen gaan, die daar ook wel hadden thuis gehoord. Deze film is zo groot en de mensen en de kijkers zijn fan van deze wereld van Commandra. Dus het was absoluut niet erg geweest als Disney deze film had opgesplitst in twee films. Mensen willen meer zien in de wereld van Commandra. Ze willen dat. Verhaal 155 op 200. Raya is een zeer leuk personage en ook haar vrienden zijn heel divers en heel erg top. Bijvoorbeeld die baby die was awesome en die grote man met zijn bijl gespeeld door Benedict Wong? Fucking fantastisch. En dat kind? Fantastisch. Iedereen is goed. Sisu, geweldig. Al had ik persoonlijk wel meer willen zien van Tuktuk -tuk, in de plaats van dat hij eigenlijk gewoon een vervoersmiddel was. Net zoals, dat, net zoals dat ik meer had willen zien van Pua, die een beetje vergeten was in Moana. De slechterik in Namari vind ik dan wel weer wat cliché. Die had iets beter geschreven kunnen worden. En de drug of de drone. Die waren ook wel leuk. Vooral interessant. Maar ook weer niet. Want eigenlijk is het gewoon een klein beetje. Dat uh, wezen uit de Fantasy Beasts franchise. Ik ben even de naam kwijt, maar is dat zwarte ding? Daar lijkt het op. Personages, 165 op 200. De film is prachtig geanimeerd en heeft enkele zeer mooie momenten in zich. En het zijn vooral de zwaardgevechten die ik echt heel erg leuk vond en die mij ook gaan bijblijven en die ik ook graag ga terugkijken. De film zelf komt met momenten wel iets korter en iets meer trimmed down, maar dat is een persoonlijke issue. Pacing en designing, 135 op 150. Aan de andere kant, door het overstaf verhaal had deze film wel een aantal zeer goede en zeer mooie verrassende wendingen in zich. Surprisement: 65 op 100. Kelly Mary Tran in de rol van Raya is awesome. En Aquafina als doet het super. Gemma Chan speelt het leuk als Namari. En Benedict Wong als die andere sterke dude waarvan ik zijn naam altijd vergeet. Die was ook super goed gedaan. De casting is briljant. Acting: 140 op 150. De critics vonden dit ook goed, zij geven hem een 75 op 100. En ik zelf geef hem een 40 op 50. Entertainment gezien vond ik hem ook best leuk. Ik geef hem 4,5 ster en een hartje. Breid de totaalscore van Raya and the Last Dragon uit op een 825.000. Oftewel een 8,3 op 10. Heb jij Raya and the Last Dragon nou gezien? Laat weten wat jij ervan vond in de comments er beneden. Ik zie jullie graag terug in de volgende video. Mensen bedankt voor het kijken en ciao.